dartnieuws en meer. Dartfreaks.nl. Wesley, zondag Zuiderduin Masters. In de poelen helaas uitgeschakeld. Het is niet helemaal jouw toernooi, de Zuiderduin. Nou ja, vorig jaar ging het goed, hè? Half finale gehaald. We wouden dit jaar verder, maar ja, helaas tegen Daryl Vitter mocht het niet lukken. 3-3 ging nog goed en daarna scorend vermogen weg. Dus ja, helaas. Volgend jaar nieuwe kansen, zeg ik. Ja, en toch zo net eigenlijk heel mooi nieuws gekregen. Dat je vanaf nu gesponsord wordt door Vinder. Er is een overeenkomst getekend met Vinder. Wat gaat dit voor jou betekenen? Nou ja, dat gaat voor mij inhouden dat ik gewoon bij de BDO blijf. En ja, alle geruchten die er rond gingen, ja. Nou ja, die zijn nu ook gelijk ontkracht. En voor mij is het gewoon zorgeloos dat. Ja, want je bent natuurlijk professional. Hè? Het is je werk. Je werkt er niet naast. Is het dan ook heel belangrijk om dit soort partners, sponsoren te hebben? Kan het anders niet? Het kan anders wel, maar dan zou je dus heel veel moeten winnen, hè, om uit de financiële kosten te komen. En ja, dit geeft jou gewoon de gelegenheid om zorgeloos te kunnen darten. En je verdiensten, ja, dat is aan de hand van je eigen prestaties. Ja, over een maand ongeveer de Lakeside. Heb je natuurlijk een paar keer hartstikke goed gedaan. Ga je er dit jaar voor om echt op de hoogste treden te staan? Nou ja, we gaan er elk jaar voor. Vorig jaar hadden we dan een beetje turbulentie, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat wij onze voorbereiding goed gepland hebben. We gaan zometeen eerst nog even lekker een weekje op vakantie. Ontspannen. Uiteraard wel een dartbord mee, maar we gaan er fris heen. En dat is het meest belangrijke. Ja, er zijn natuurlijk altijd geruchten. PDC, wie gaat er wel heen, wie gaat er niet heen. Nu met je nieuwe sponsor, hè, is dat bericht inderdaad ontkracht. Je hebt natuurlijk wel een paar keer meegedaan in de Grand Slam of Darts. Heb je eraan mogen ruiken eigenlijk? Heb je er zelf al eens serieus over nagedacht om de overstap te gaan wagen? Ja, die gedachten waren er zeker. En dit jaar waren ze er ook. En het jaar daarvoor ook. Maar ja, dit is zekerheid. En de zekerheid vind ik veel belangrijker. Ja. Dus ja, nu kun je gewoon zorgeloos mijn gang gaan. Ja, er is natuurlijk bij de PDC voor een beperkte groep meer te verdienen. En dat is niet een reden om wellicht eraan te denken om een keer de overstap te maken? Nou ja, op dit moment niet. En ik voel me gelukkig bij de BDO. En ik denk dat er nog gewoon veel meer te halen valt in de BDO zelf. En ja, achter de schermen horen wij genoeg verhalen. Nou ja, goed, als ze allemaal doorgaan, dan denk ik dat het helemaal goed komt met de BDO. Nou, super. Alvast heel gefeliciteerd met je nieuwe sponsorcontract. En succes op Lakeside. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik ga eens op dat dartfreaks.nl kijken, want volgens mij is dat een hele waanzinnige site.